Iets sowieso in deze video doe ik deel 2 van Mr. Freeze, van die SHK spells. Ah, Master Tim, back so soon? Find that cryogel and take down Freeze. He killed that scientist just to spite us. Then he got away. He said it was Batman's fault. Bruce promised him a cure for his condition. And in return, Freeze is supposed to behave. But I guess with Bruce gone, he's back in the game. What have you got, Tim? Judging from the list of stolen items, I'd say he's looking to upgrade his exosuit. And that's just for starters. He also downloaded local weather balloon data for the past 10 years. Let's go back out there and stop Freeze before he kills anyone else. Yes! Easy, Tiger. We'll get him. Maybe that's enough practice for today. I've set the back computer to monitor the city for high concentrations of cryogel. Meanwhile, we should keep tabs on anyone working for Freeze, which should be easy since he decks out all of his lackeys with cryoguns. Oh, ik moet 5 kruim stappen, oké. Okay. Het gebied ofzo, staat er. Ik weet niet of dit gebied was daar wel, want voor mij was dat daar eind van de map. Nou, zit er al wel 3 uur. Zie ik daar in blauw? De ninja is half zo. Ik weet niet waarom de blauw is. En dan wel veel wapen. Deze inmiddels gaat al toch? Hoop ik. Ja, oké. Okay. De een paar scannen dan blijven staan. En wacht, dus we zijn de winnen blauwe. Hier. Ja, blauw weet ik sowieso dat de metal. Ik weet niet of het in normaal ook doet, namelijk. Maar lijkt dat het met leeg de blauw is. Thank you.
Oh nee. Nee, ik wil niet dood. No. Thanks. Kijk hoeveel hij nou zegt. Nog 6-1. Oké. There it is. Okay, so that's why. Moet het wel blauw hebben, maar ja. Oh, hij wou die aanval niet doen. Waarom zit hij daar überhaupt een ding waar hij kan vastpakken? Daar heeft er niks aan. Zit nou even wel inspannen. Dat is een heel ander gebied voor mij daar. Ja, dat is een ander gebied.
Dat moet hier zijn. Dacht ik in ieder geval. Figures. Oh, ik ga niet eens aanvallen, joh. Kom op. Tuurlijk. Nee, we gaan hier nog killen. Ik ben er zot op, hé. De 3 van de 5. Misschien als ik weer gaan liggen of zo. Ja, is het is. Wat is volgens mij? Dit niet. Ah, ben het is wel het. Ja,
Ja, is het even geen ander. Ja, deze blijft wel level 25, dat kan ik niet beter doen. Is ook level 25, wat is dan het verschil? Dit lijkt me meer deze. Dus kan deze wat meer tegen die aanvallen van hem. 4 van de 5 had hij nog 1. Maar laat hij altijd deze zien. Die hoef ik helemaal niet uit, maar laat hem wel heel tijd zien. Ja, daar is er een. Ja, ik denk dat PvP beter is, dus we gaan het zien. Nou, als deze die andere, ja, ik weet niet hoeveel goed het verschil van de level 25. Voor mij had deze iets meer HP daar. Nee, die HP en de andere aanvallen. De aanval had ene meer. Hij had minder HP bij deze. Dat was het ding. Ja, hij pakt soms heel raar, want dan neem je naar voren, maar dan pakt hij achterste. Dan wil ik naar voren, maar hij pakt toch achter, maar ik weet niet waarom, maar dat doet hij. Ah oh, nee. Nee, dat doet me niet. Huis van Mr. Freeze alsjeblieft. Ja. Dit is een dun Belfry. Nou, dan gaan we dat maar doen. Ja, Belfry is. Oh, waar gaan we nou heen? Mijn fout, ik zat even helemaal verkeerd. Ja, ik kan deze beter doen, ja. We doen maar een heel klein eentje bij deze. Dat kan niet zijn. Er zijn waarschijnlijk meer van ze binnen. Ik zou beter in daar. Ik kan ze niet zien. Een andere lab. I wonder what Freeze was doing here. So they built Freeze's machine in here. Cool, right? And we can take whatever we want? Oh, ik deed al op een vierkantje, maar goed, zij deed blijven niet aan, Waldor. Ik
Ik wou al zeggen, dat heeft hij sowieso gezien. Waar dan? A body. Looks like a scientist. He was reaching for this console. They were keeping in this lab must have been pretty important. Another dead scientist. What was Freeze doing here? According to the ID card, this was Dr. Theodore Upshot. Maybe there's something on Upshot that'll help piece together what happened here. Victor did what he did, despite the dangers. I can say that I only enabled him, but I also absolutely enabled him. That's guilt. The machine we built is unstable, untested. Of course, I insisted on a failsafe. A disruptor for the likely event that Victor uses the machine to play God. The disruptor made Victor mad. He asked if I had lost faith. I hid the thing instead of destroying it because I fear him. Almost as much as I fear the potential of what we've created. Oh, yeah. Failsafe hidden in Dr. Upshot's office. Interesting. Now, where's this poor guy's office? Now, where's that failsafe? Well, hello there, hidden floor compartment. Belfry, I've recovered a disruptor device from Quartz Labs. It seems important. Something connected to Freeze's research. Good work. We'll wait for you back at the Belfry. Ah, Master Tim. Back so soon? Dr. V. Did you find anything else about Mr. Freeze at Quartz Labs? Freeze was using Dr. Upshot's lab to build something, but I couldn't figure out what. But we do have the doctor's disruptor. I think it's a failsafe. If we could track down what Freeze took from the lab, it would give us a better idea of what we're dealing with. Is this something in the weather report about an ice age? Be advised, extreme weather event in progress. Temperatures have fallen 60 degrees in just minutes. An extreme cold front? Weather doesn't do that. Not without some help. Freeze. Freeze can make weather now? Freeze can make weather now. The storm is localized around Elliott Center. We need to get there now.
Zo. Ik vind het genoeg voor het deel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Even hier te zien om het liken en te abonneren.